Heren, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heren, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit te kennen, het is mij te wonderlijk. Ik kan er niet bij, te hoog. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, het dodenrijk, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Heel, heel, heel bijzondere woordspeling. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Er is eigenlijk helemaal geen reden om negatief naar onszelf te kijken of wat ook. He, maar we mogen God loven, omdat we zo ontzagwekkend wonderlijk mooi gemaakt zijn. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God? Hoe machtig groot is hun aantal? Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Ik wil zo meteen met jullie bidden, maar eerst gaan we deze psalm gaan we ook zingen. En dat doen we in de versie van Psalm Project. Misschien kennen jullie die al wel. En anders de wijze is niet heel moeilijk, dus dan komt dat helemaal goed. Thank you.
We lezen in de Bijbel in Psalm 105, vers 4. Vraag naar de Heere en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend. En dat wil ik nu met jullie gaan doen. We gaan het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En hem om een zegen vragen voor deze avond. Heilige God, trouwe Vader in de hemel. U leidt ons op de weg van het leven. Althans, dat is uw doel, dat is uw bestemming met ons leven. Heer, en tegelijkertijd leven wij in een wereld vol zonde, vol ongerechtigheid, vol ellende, pijn, verdriet. Heer, we leven in een wereld na de zondeval. En dat is niet altijd even gemakkelijk. En als we dan nadenken over u, over het leven, over hoe dat leven er dan uitziet en het leven met u. Vader, dan hebben wij uw Heilige Geest gewoon heel hard nodig. Dat is het enige eigenlijk wat we willen voor deze avond, Vader. Dat u met uw Heilige Geest in ons midden komt en dat u komt werken onder ons. Dat u onze harten komt veranderen. Dat u door uw Heilige Geest, door de woorden van uw woord heen, door de woorden van Jurien heen, door de liederen, door de teksten, dat u tot ons spreekt. Heer, want we leven in een moeilijke tijd. Als we om ons heen kijken wat er allemaal gebeurt, dan kan het ons wel eens verwarren. Dat we denken van, wat gebeurt hier toch allemaal? Heer, en wat wij nodig hebben is zo'n gids die ons de weg wijst van het leven, van het eeuwige leven, waar we naartoe moeten. Heer, en dat is waarvoor we ook deze avond weer bij elkaar komen. Om u te aanbidden, om u te prijzen, om u de lof toe te brengen. Maar ook om uw aangezicht te zoeken. Om te zoeken naar de woorden van u, zodat we daar weer mee verder kunnen in ons leven. Heer, wilt u dan ook deze avond bij ons zijn? Wilt u Jurien de woorden geven die hij spreken moet door uw Heilige Geest? Wilt u de muziekgroep helpen bij het begeleiden van de liederen? Wilt u met al die andere vrijwilligers zijn die op de een of andere manier hun bijdrage, hun gaven, hun talent aan deze avond beschikbaar stellen en dat met vreugde ook doen? Dank u wel voor hen, Vader. Wilt u ze zegenen ook deze avond en met alles helpen? Heer, wilt u zo met ons allemaal zijn. Geef ons open harten, open oren. Geef dat niet ons zou kunnen afleiden, maar dat we in alles volkomen gericht mogen zijn op u. Heer, en misschien zitten we hier ook juist wel met allerlei zorgen, met allerlei problemen in ons hoofd, met andere dingen wat we vanaf thuis hebben meegenomen of van het werk of wat ook. Heer, maar laat dat even allemaal van ons af mogen vallen. Dat we gewoon vanavond echt alleen naar u mogen luisteren. En gewoon ook gezellig elkaar mogen ontmoeten, elkaar mogen bemoedigen. En zo deze avond de avond van ons leven laten zijn, Vader. Voor ook juist voor degene wil ik u dat bidden die nog geen zekerheid hebben van het geloof. Die worstelen met vragen van, is het wel voor mij? Kan het allemaal wel? Dat ze juist ook door deze avond heen, dat ze uw stem zullen verstaan. En dat u zegt tegen hen, ik heb jou wonderlijk gemaakt. Ik heb jou al geweven in de moederschoot. Ik was er toen al bij, ik ben er ook nu bij. En ik wil niets liever dan als jij vanavond bij mij komt en zegt, Heere, ik kan het niet meer zelf. Wilt u het doen? Heer, dat is ons verlangen, dat er deze avond uw koninkrijk gebouwd mag worden en uitgebreid mag worden. Want het gaat tenslotte allemaal om de eer van uw naam. Heer, gedenk ook de wereld waarin we leven. We hebben vorige week al die aanslagen gezien. En het is allemaal verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in Parijs en afgelopen tijd in België, waar die dreiging er was. Vader, maar tegelijkertijd wil ik u nog veel meer bidden eigenlijk voor al die vele mensen in Nigeria, in Syrië, in Irak, waar mensen met honderden, misschien wel duizenden tegelijk worden uitgemoord.
Heren, en het lijkt wel alsof dat voor de media hier in Nederland allemaal wat minder interessant is. Parijs is dichterbij, het is een westers land. Het is veel makkelijker ook om daar nieuws vandaan te krijgen. Maar als we het nieuws horen wat daar vandaan komt, Heer, dan willen we echt bidden, Vader, dat u onze broeders en zusters daar, maar ook degenen die nog niet onze broeders en zusters zijn, omdat ze nog niet in u geloven, of u ze wilt beschermen, of u ze wilt vullen met uw Heilige Geest, hun heel krachtig en liefdevol nabij wilt zijn. Heer, dat bidden we ook voor al die andere vele gelovigen die vervolgd worden om hun geloof overal ter wereld. Ik wil ook bidden voor al die mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Wij zitten hier weer met alles in overvloed. We kunnen net zoveel cola en sinaas en koekjes pakken als dat we maar zelf willen. Om over al het andere wat we hebben nog maar eventjes te zwijgen. Vader, wilt u ook geen zijn met die vele, vele mensen op deze wereld die dat niet hebben. Heer, ik wil ook heel bijzonder deze avond ook bidden voor uw eigen volk. Uw volk Israël, dat ook zij in deze roerige tijden die er nu allemaal aan de gang zijn, het oog gericht mogen houden op u. Heer, en sommigen proberen dat ook wel, maar ze zijn er zo dichtbij vaak, Vader, maar die sluier, wilt u het weghalen? Wilt u uzelf, Heer Jezus, laten zien als de Messias, de koning van de Joden? Heer, dat bidden wij en danken wij zo alles in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 103, vers 1 en 2, en direct erachteraan lof zij de Heer. En tijdens het zingen van die twee liederen gaan we een collecte doen. Want je zult begrijpen, deze avond kost gewoon geld. En de locatie, de apparatuur, alles moet gewoon ergens van betaald worden. We zijn heel blij dat je er bent en we willen niks verplichten. Dus als jij gewoon dat niet kan, moet je het vooral niet doen. Maar ik zou toch willen vragen of je ook daarin aan ons wilt denken. Dat gaan we doen terwijl we zingen Psalm 103 en lof zij de Heer.
We zijn altijd gewend om aan het begin van de avond elkaar gewoon een flinke handdruk te geven of een flinke schouderklop of een stevige huk. En ditmaal dan doen we altijd aan de hand van een bijbeltekst. Hè? En dit keer hoop ik dat jullie elkaar willen gaan bemoedigen met het woord wat staat in Jozua 1, vers 9. Daar staat namelijk: wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. En ik zou zeggen, ga lekker staan, ga hukken, knuffelen, hand geven, net hoe jij dat ook doet. En zeg, wees sterk en moedig, want God is met je overal waar je heen gaat. Nee.
Goedenavond allemaal. Wat mooi om vanavond hier bij jullie in Kampen te zijn. De stad waar ik ben opgegroeid. Kampen. Ik herinner me nog goed, ik zat in de auto hier naartoe. Toen dacht ik van Kampen, wat heb ik daar toch prachtige herinneringen liggen. Wat heb ik hier mooie dingen meegemaakt. Als klein kind van een jaar of 11, denk ik, 10, 11, 12, stond ik keihard met de klasgenoten uit mijn school, van mijn school, de Groen van Prinseren school hier in Kampen, het Kampen Stedenlied te zingen. Wie kent het Kampen Stedenlied? Toch 6 mensen. Is de rest allemaal van buiten Kampen? Het Kampen Stedenlied. Ja. Hey, en dat is dan een vraag aan de Kampenaren. Weten jullie wat het oudste Kamperse zinnetje is? Kiek die tamme enties, ja? Als toen te spakt hem. Ja, hè? Wat betekent dat? Kiek die tamme, hoe gaat het ook alweer? Kiek die tamme enties, als toen te spakt hem. Dat is het oudste Kamperse zinnetje. Dan denken jullie, waar gaat dit over? Kijk die tamme eend is, betekent dat? Kijk die tamme eend is, als die van jou is, pak hem dan. Nou ja, totaal irrelevant. Wel mooi om hier te zijn, Kampen. De stad waar ik ben opgegroeid en waar ik heel veel van de Heere God gezien heb. In het gezin waar ik uitkom. Van mijn lieve ouders, mijn vader en moeder. Van mijn broers en mijn enige zus die ik heb. Een prachtige tijd gehad op vooral de middelbare school. Flink ook wel de bloemetjes buiten gezet. Ik denk dat ik heel regelmatig op het dak van de school stond. In plaats van dat ik in de les zat. Op de Pieter Zand. En ja, dat past een beetje bij mij. Een beetje net op de randen van dat wat mag leven en bewegen. Een beetje raar is dat, hè? Maar goed, dat is wie ik ben. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 15 jaar was, dat ik, of 14 denk ik, met een jongen op mij uit de straat het idee had om van de nieuwe brug af te springen in de IJssel. Dus we hadden wat plannen gemaakt en op een zaterdagmiddag hebben we dat gedaan. We zijn naar de nieuwe brug gegaan, dat heet nu trouwens niet meer de nieuwe brug. Want toen hadden we nog een oude brug, dat is de nieuwe brug geworden, dus dat is de Molenbrug. We zijn naar de Molenbrug gegaan en we keken elkaar aan, zullen we springen? Toen sprongen we. Ik denk, 15, hoe hoog is de nieuwe brug, de Molenbrug? 15 meter. Het water, en ik weet nog dat we bij het strandje, bij de molen daar zo ergens, waar is dat? Daar ergens, hè? Toen we bij de molen aan het strand kwamen, dat mensen echt zo heel verdwaasd stonden aan te kijken van, hè, wat zijn jullie raar dat je dat doet? Nou, het is denk ik ook genade van God dat ik überhaupt nog leef. Als je dat soort gekke dingen doet, kan het zomaar zijn dat je natuurlijk gewoon een keer iets zo raars doet dat het gewoon fout afloopt. Nou, ik ben nu vader van 5 kinderen. En met dat je ouder wordt, en Kees had een heel mooi compliment, hè, dat ik ouder eruit zie dan ik ben. Maar met dat je ouder wordt, ga je wel veel meer de kwetsbare kant van het leven ervaren. Althans, zo werkt het wel bij mij. En zeker als je vader wordt. Dan wil je in alle mogelijke manieren je kinderen beschermen. Ze heel veel liefde geven, aandacht aan ze geven. En zo goed mogelijk voor ze zorgen, en dat doen je net, mijn vrouw en ik natuurlijk. Op alle mogelijke manieren willen we zo goed mogelijk voor ze zorgen. Ze liefde geven dat ze opgroeien tot een christen die leeft met de Heer Jezus. Ik denk, lieve mensen, dat de Heere God, de schepper van het leven, heel mooi dat we net Psalm 139 lazen, dat de Heere God als het ware dat ook in de schepping gelegd heeft, om als het ware als een illustratie van wie Hij is, dat te leggen van generatie op generatie in vaders en moeders. Dat vaders en moeders, dat papa's en mama's geroepen worden door de schepper zelf om hun kinderen onvoorwaardelijk lief te hebben. En het is prachtig dat dat nog steeds zichtbaar is in onze tijd. Deze wereld vol gebrokenheid, vol pijn, vol verdriet, vol ellende. Maar God zij dank is daar nog steeds de liefde. Dat wat we niet kunnen pakken, wat niet altijd zichtbaar is, maar het is er wel. En ik geloof dat dat komt omdat God zelf de bron van liefde is. Nou, ik ben met je net getrouwd en we zijn weggegaan uit Kampen. Ik ben in Apeldoorn gaan wonen. En altijd het verlangen gehad als klein kind eigenlijk al om iets te betekenen voor mensen die in armoede leven. En ik heb daar een medische studie voor gedaan, omdat ik dacht van weet je wat we gaan doen. We gaan naar het buitenland als zendeling de boes in en mensen vertellen over het evangelie. En toen heb ik een medische studie gedaan en hbo-theologie gedaan, godsdienstpastoraal werk. Met het idee, ik ga naar het buitenland. Maar toen was ik met Jeanette getrouwd en toen gingen we een maand naar Afrika om ons te oriënteren. En ik had de tijd van mijn leven en zij vond het één groot drama. Nou, we zijn 11,5 jaar, bijna 12 jaar getrouwd volgens mij. Ik denk dat zij in 11 jaar huwelijk niet zoveel gehuild heeft als op die huwelijksreis naar Afrika.
Dat heb ik dan weer. Zo jammer was dat. Eén ding werd wel heel duidelijk. Kijk, nu kan ik erom lachen natuurlijk. Maar dat was toen best wel even heftig natuurlijk. Je gaat naar Afrika en we hadden ons voorbereid. Allerlei zendingsweekenden meegemaakt. En samen daar heel veel over gepraat. Voor gebeden, met mensen over gesproken. En dan ben je in Afrika en dan blijkt opeens dat je net het echt vreselijk vindt. En ik zag als het ware dat eerste jaar van ons huwelijk, zag ik mijn hele ambitie en al mijn verlangens en mijn dromen, zag ik als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat was best even heftig. En als ik dan nu terugkijk, en daarmee wil ik ook gewoon gelijk me bemoedigen vanavond. Als ik dan nu terugkijk, ik ben bij Compassion gaan werken, een kindsponsororganisatie, die niets anders doet dan lokale kerken ondersteunen wereldwijd, zodat kinderen in extreme armoede leven, naar een project kunnen gaan waar ze leren lezen en schrijven, medische zorg krijgen, alles krijgen wat ze nodig hebben om op te groeien tot een volwassen christen. In de 10 jaar dat ik bij die club mag werken, heb ik zoveel mogen doen voor de armen en voor de meest kwetsbaren. Omdat God me geroepen heeft met die Bijbeltekst uit Spreuken 31. Spreek voor hen die weerloos zijn en bescherm het recht van de vertrapten. Spreek oordeel rechtvaardig en geef armen en behoeftigen hun recht. En dat is prachtig. Nou, parallel daaraan ben ik veel in gesprek met tieners en jongeren. En als het dan gaat over de gebrokenheid van het leven, en als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is daar gebrokenheid. Dan is er pijn, dan is er verdriet. Tieners en jongeren, die op de een of andere manier, en Kees zei het al, dat het ons op de een of andere manier niet lukt om te voldoen aan de bedoeling van het leven. Zoals God ons gemaakt heeft. Nou, daar wil ik heel graag met jullie een aantal minuten over nadenken. Naar aanleiding van dat thema Be Gracious. Wat hebben we gedaan? We hebben een scholenprogramma ontwikkeld, geschreven, waarin we naar scholen gaan en naar kerken gaan om met jongeren in gesprek te zijn, gewoon over die dingen die je te doen. De dingen die belangrijk zijn. De ervaringen die we in ons jonge leven met ons meenemen. Om die niet weg te duwen ergens in de kelder van ons levenhuis. Maar om die bespreekbaar te maken. Om mensen te zoeken in onze eigen omgeving die we vertrouwen. Maar die zijn er. Misschien zie je dat niet altijd, maar die zijn er. Die echt naar je willen luisteren. En om dat te delen wat diep in ons leven zelf aanwezig is. Om gewoon maar uit te spreken wat de vragen van het leven zijn. En het is prachtig om dat te doen. Keer op keer wanneer we op scholen zijn, ik ben pas op de Pieter Zand wezen praten om te kijken of we volgend jaar daar wat kunnen gaan doen. Lijkt me geweldig. En ik wil heel graag naar Urk, dus ook Pieter Zand. Hè? En waar nog meer? Staphorst nog altijd? Ja, lijkt me geweldig. De school waar ik zelf gezeten heb en de bloemetjes flink buiten gezet. Nu iets delen over wie God is. Dat Hij de bron van het leven is. Dat hij liefde in zijn wezen is. En dat we uiteindelijk, lieve mensen, dat we dat uiteindelijk zoeken. Erkenning, rust, vrede, de liefde zelf. De Heere God. En ja, daarmee mogen we tieners en jongeren bemoedigen. Precies zoals Kees het net las vanuit die Bijbeltekst van Jozua 1. Prachtig. Wees moedig, wees dapper, wees sterk. Hey, ik heb eens even zitten kijken naar de generatie jongeren die nu opgroeit in de 21ste eeuw. Dat lijkt me best wel een uitdaging. Als jij 15, 16, 17 jaar oud bent en in 2015 je leventje leeft. Ik vond het al lastig om dat te doen binnen de kaders, binnen de richtlijnen die God gegeven heeft. Dat lijkt me voor jou in deze tijd helemaal lastig. Zeker als ik lees wat sociologen over jullie, deze generatie, jullie die hier nu zitten. En ik zie ook een aantal 30, 40, 50-plussers zitten. Ik heb het dus niet tegen jullie. Ik heb het tegen de nieuwe generatie jongeren, die nu 14, 15, 16 jaar is. Hoe sociologen jullie noemen, moet je horen. Jullie worden gemarkeerd als de grenzeloze generatie. Jullie zijn opgegroeid in de dotcom-bubbel. Met andere woorden, ja, jullie weten helemaal niet zoveel meer. En als je iets wil opzoeken, ja, dan ben je natuurlijk gewoon gelijk op internet, op google.nl. En zoek je gewoon de antwoorden van die vraag die je hebt. Jullie zijn de generatie die opgroeien met heel weinig kaders. Sterker nog, die heb je eigenlijk helemaal niet nodig, want jullie maken je eigen keuzes wel. Jullie laten je er niets van zeggen. Jullie ouders staan veel meer naast jullie om jullie te supporten dan dat jullie ouders boven jullie staan. En vanuit een natuurlijke autoriteit, vanuit gezag, gewoon te luisteren hebt naar je ouders. Alles moet gedeeld kunnen worden, dat doe je dan ook, hè, vooral op social media. En jij bent zelf de norm geworden. Oh, het zal wel over je gezegd worden. Op zaterdagavond. Ik zeg het niet. Ik heb het voorgelezen. Wat ik lees over wat sociologen zeggen over jullie als de grenzeloze generatie. Nou zijn er ook mensen, sociologen, die zeggen dat jullie nog erger de verloren generatie zijn. Krijg nou wat. Wat zou je maar gezegd worden dat je de verloren generatie bent?
Alles wordt voor je gedaan. Alles wordt voor je geregeld. En met andere woorden, deze generatie die nu opgroeit, is eigenlijk een beetje verpest. Te veel verwend. Weinig kennis. En als ze het nodig hebben, dan spannen ze wel iemand voor hun karretje. Zo, hé. Hey. Dat is niet leuk om te horen. Een verloren generatie in deze tijd. Jullie, een verloren generatie. Dat spoort niet helemaal met wat Kees net las uit Psalm 139. Hè? Daar lezen we, Godzijdank, andere dingen. Dat de Heere God als schepper van het leven met elk mens, met elk individu een bedoeling heeft. En dan moet je weten dat we momenteel met ongeveer 7 miljard mensen leven. 7 miljard mensen, dat is een heleboel. Met allemaal een neus, twee ogen, een mond, twee armen, twee benen over het algemeen. Geloof je dat die schepper, die ander die leeft in Afrika, of die buurjongen die de naam van Jezus veel te vaak uitspreekt als een vloek in plaats van als zijn redder, geloof je ten diepste dat voor de Heere God hij of zij even belangrijk is als dat jij bent? Zoals jij hier op deze stoel zit. We lazen het in Psalm 139. Hij, schepper van het leven, heeft 7 miljard mensen gemaakt. 2 jaar geleden hebben we haar aangewezen, ergens in India. Er werd een baby geboren. Toen zeiden we mondiaal, nou dit is ongeveer het 7 miljardste wezen wat op deze aardkloot te vinden is. 7 miljard mensen. Die allemaal geschapen zijn door God met een bedoeling om voor hem te leven. Die allemaal een diepe hunkering hebben, een diep verlangen hebben om geliefd te worden. Geliefd te zijn. Die zo graag hun naam genoemd willen worden. Omdat ze mens zijn. En ik geloof met heel mijn wezen dat Gods hart naar hen uitgaat. Net zo goed naar hen als naar jou en naar mij. Dus een verloren generatie, lieve mensen, zo wil ik jullie helemaal niet noemen. Want ik geloof in jullie. Ik geloof in jullie. Maar tegelijkertijd, als we dat even vasthouden, een grenzeloze generatie, een verloren generatie, ja, dat zie ik ook wel een beetje. Want als ik kijk naar de verwachtingen die de generatie boven jullie heeft van jullie, ja, dan zijn die eigenlijk helemaal niet zo hoog. Als ik kijk naar zowel de samenleving als naar de kerk, ja, verwachten we eigenlijk helemaal niet zoveel van jullie. Want word je überhaupt eens gevraagd om iets te doen? Om de gaven en de talenten die God in jou gelegd heeft, om die uit te voeren, om die een plek te geven in je kerk? Word jij gevraagd op school of in je buurt of weet ik veel wat, om een statement te maken? Om niet langer, en net hoorden we al iets over, wat er gaande is in de wereld. Hoeveel pijn en hoeveel gebrokenheid is er niet? Word jij uitgedaagd? Word jij bemoedigd? Word jij gestimuleerd om een stem te zijn? Spreek voor hen, zegt de Bijbel, die geen stem hebben. Die vertrapt worden. Word jij voldoende geprikkeld als jongere, als tiener, om verschil te maken in deze wereld? Als we goed naar deze Bijbel lezen, nou, dan zijn er tal van plekken waar wij inderdaad uitgedaagd worden, gestimuleerd worden, opgeroepen worden. Waar gesmeekt wordt om van betekenis te zijn. Dat God jou en mij nodig heeft om zijn koninkrijk te bouwen. Maar als ik naar deze samenleving kijk, ja, dan zijn die verwachtingen helemaal niet zo hoog van jullie. Nou, God, de Heere God, jou en mijn schepper, die heeft wel hele hoge verwachtingen van jullie. Maar wat is het effect als die verwachtingen zo laag zijn? Nou, ik zie het gebeuren. Mensen dwalen. Jouw generatie, jongeren, tieners en jongeren, ze dwalen. Waar je vroeger notabene de brandstapel voor opging, dwalen we in het rond als schapen zonder herder. Hè? Jarien, wat zeg je nou? Ik zit toch in een kerk? Ik weet zo goed wie Jezus is. Ik heb al zoveel preken over de Heere God gehoord. Ik weet heel goed hoe het zit. Hoezo dwaal ik dan als een schaap zonder herder? Nou, ik hoor het. Ik hoor het veel te veel. Ik zie het om me heen. Gasten van jouw leeftijd die niet radicaal voor de Heer Jezus Christus willen leven. Waar Jezus nog steeds niet na zoveel honderden, zo niet duizenden preken de keus gemaakt hebben om altijd, doesn't matter what, om altijd Jezus op de eerste plaats te hebben staan. Ja, want joh, ik vind het zo moeilijk. Hoe zit het nou? Ik ervaar zo weinig. Ik vind het zo moeilijk. Ik ben zo zondig.
Of ik stel toch helemaal niet zoveel voor. Ja, ik wil wel, maar ik weet niet hoe. En weet je, in je zoektocht naar wat nou waarheid is, heb je als het ware zelf niet door dat je maar een beetje blijft ronddolen en uiteindelijk niet leeft met de Heer Jezus Christus, die goede herder. Wij dwalen. Je dwaalt. En hoe komt dat? Inderdaad, omdat je wellicht veel te weinig gestimuleerd wordt om de Heere God, om die heilige God, serieus te nemen en met hem te leven. En elke nieuwe dag die hij je geeft, te vragen, Heer Jezus, mag deze dag een dag zijn voor u. In alles wat ik zeg, in alles wat ik doe. Wat is het effect? Wat is het effect van een samenleving en van een kerk die hele lage verwachtingen heeft? Jullie zelfs een verloren of een grenzeloze generatie noemen. Dat wij mensen gaan lijden met een lange ei aan luiheid of aan onverschilligheid. Ja, je weet wel. Je weet wel wat God van je vraagt. Je weet wel wat je mag doen in zijn naam. Je weet wel wie de Heer Jezus Christus is. En je weet wel dat er een kruis gestaan heeft op Golgotha. Maar ja, je hebt er gewoon simpelweg geen zin in. Of het is zo cliché geworden, omdat je er zoveel over gehoord hebt. Een beetje God of een beetje wereld misschien. Onverschillig als je bent. Geen rekening houden met die richtlijnen. Want zeggen gasten dan tegen me, ja, weet je, die 10 geboden, joh, ja, ik vind het zo ingewikkeld. Of ik heb het jaren geprobeerd, maar ja, het lukt me toch niet. Dus hoezo? Hoezo zou ik langer God volgen? Terwijl die Bijbel met die 10 geboden, die richtlijnen van God, juist bedoeld zijn om jou en mij te helpen te leven bij de Heer Jezus. Om elke nieuwe dag die we krijgen, die richtlijnen te volgen, zodat het goed met ons zal gaan. Zodat we de Heere God in het middelpunt, in het vizier houden. Zodat we wanneer we die regels, die 10 leefregels die God gegeven heeft, houden, we onszelf geen pijn zullen doen, die ander geen verdriet zullen doen, maar we dat leven in vrede en in rust mogen leven. Ben je onverschillig? Ik geloof het helemaal niet. Want waarom zit je hier anders op een jijdaaravond? Als ik naar jullie gezichten kijk, dan is daar wellicht een heel diep verlangen om voor God te leven. En als je met Jezus leeft, nou dan wil ik helemaal natuurlijk bemoedigen om daar vooral mee door te gaan. Want deze wereld, lieve mensen, hebben discipelen nodig. Deze wereld hebben juist christenen, in 2015, christenen nodig. Mensen die de naam van Christus zelf dragen. Om het verschil te maken. Om te laten zien wat dan waarheid is. In de gesprekken met jouw leeftijdsgenoten zie ik nog iets. Het effect van lage verwachtingen van kerk en samenleving zorgt ervoor dat mensen lijden, dat tieners en jongeren lijden aan meer of minder waardigheid. Nou, eerst die meerwaardigheid. Kijk, weet je, in de 21ste eeuw, de tijd waarin we leven, gaat het meer en meer natuurlijk om onszelf, hè? Dat vind ik helemaal zo kwetsbaar, vooral met dat Facebook-verhaal. Weet je, wie heeft er geen Facebook? Wie twittert er niet? Wie gebruikt social media niet? Maar wat gebeurt er wanneer we Facebooken, wanneer we die leuke dingen op Facebook zetten? Ja, dan weten we tegelijkertijd dat het een beetje eenzijdig is. Want zeg nou zelf, Facebook, wat betekent dat? Facebook is het boek met de vele gezichten. Maar in werkelijkheid gebruiken we Facebook helemaal niet zo. Wij pakken 1 pagina uit ons levensboek. En die pagina die proberen we zo mooi mogelijk te maken. En jongens, ik ga echt niet zeggen dat ik dat niet doe, hoor. Want ik ben onderdeel van deze samenleving. We doen het met elkaar. En we houden het systeempje in stand. En de kwetsbare kant daarvan is, zolang wij alleen die mooie kant van onszelf laten zien op Facebook, ja, dan ontstaat er natuurlijk geen ruimte om een keer een eerlijke, serieuze, kwetsbare vraag te stellen. Hé, ik vind het zo moeilijk om Jezus te volgen. Want het lukt me zo weinig om die Bijbel te openen en God serieus te nemen. Hoe zit het bij jou? Hé, ik vind het zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk om rein te leven. Hoe zit het bij jou? Ik maak me soms zorgen over deze wereld. Waar gaan we naartoe? Of twijfel je ook wel eens aan God? Is het wel echt? Geloven we niet uiteindelijk massaal in een fabeltje zoals de moslims in Allah geloven? En Mohammed als profeet zien. Is het christelijk geloof wel het ware geloof?
Kijk, wanneer wij met z'n allen vooral die mooie kant van onszelf laten zien, ja, dan creëren we bewust of onbewust met elkaar een schijnwerkelijkheid, een schijnwereld, waarin de serieuze vragen en die kwetsbaarheid, ja, daar is geen ruimte voor, waarin we de serieuze vragen niet meer durven te stellen. Dus ga ik dan zitten waarschuwen voor social media, voor Facebook? Nee, maar ik word wel opgeroepen in deze Bijbel om eerlijk te zijn. Om transparant te zijn. Om inderdaad kwetsbaar te zijn. En mijzelf niet mooier voor te doen dan dat ik ben. Want ik ben, lieve mensen, wij zijn allemaal schurk. Huh? Wat zeg je nou? Ik had het lied aan staan in de auto. Amazing Grace. How sweet the sound. Amazing Grace, how sweet the sound. En dan? De tweede zin is. A wretch like me. Een schurk. Dat te beleven. Hallo, dan kan ik toch niet de mooie jongen uithouden. De bink proberen te zijn. Als ik beleef, als ik weet waar ik vandaan kom. Dat er zoveel gebrokenheid in mijn eigen leven is. Ja, dat ik genade. Dat ik vergeving van mijn zonde, van elke misstap nodig heb. Waardoor ik het leven met de Heer Jezus mag leven. In vrijheid, in vrede, in rust. Omdat Hij voor mijn zonden gestorven is aan dat kruis houdt. Dus meerwaardigheid. We lijden met z'n allen en masse aan meerwaardigheid. Waarin we eigenlijk gewoon ja, bij die Bijbel vandaan gegaan zijn. Lieve mensen, laten we vooral onszelf blijven. En ons niet mooier voordoen dan we zijn. Want ik geloof dat dat geen waarheid is. Ik geloof dat dat niet is zoals God het bedoelt. En het is ook voor mijn eigen leven een worsteling. En de dingen die ik zeg, de dingen die ik schrijf, dat wat ik post op Facebook, wat is het? Ben ik dit echt? Of is het een soort van etalage om aan de buitenwereld te laten zien hoe tof ik ben? It's all about me, myself and my. Het is het niet, jongens. Jezus vraagt van jou en mij om eerlijk te zijn. En wanneer ik dat doe, dan creëer ik ook de ruimte voor de mensen om mij heen om ook een kwetsbare en een eerlijke vraag te stellen. Een vraag die je serieus toe doet. En tegelijkertijd weet ik dat er ook die andere kant is. De minderwaardige kant. Waar je zo kapot gemaakt kan zijn door de tegenstander van God. Waar je zo verwond geraakt kan zijn. Teleurgesteld in het leven, waar anderen misschien wel over jouw grens gegaan zijn, waardoor jij je vies voelt, of waardoor jij je de grootste van alle zondaren voelt en denkt, hoe kan het met mij ooit goed komen? Hoe kan het bestaan dat er christenen zijn, dat er vooral christelijke meiden zijn die zichzelf pijn doen, om maar niet te hoeven denken aan de pijn diep van binnen? Hoe kan het waar zijn dat als we met elkaar lezen uit Psalm 139, dat wij als geen ander, wij christenen, dat we als geen ander weten wie de Heer Jezus is, wie de Schepper is, wat de bedoeling van het leven is. En dat jongens en meiden ja, zichzelf als het ware het soort afvoerputje van de samenleving voelen. Dat kan niet samengaan. Waar gaat het mis? Waar gaat het mis? Ja, natuurlijk. We weten het wel. Dat is die gebrokenheid. Dat is het kwaad. Dat is de tegenstander van God. Die juist op die plekken, op de meest kwetsbare plekken van jou en van mijn leven, probeert zoveel mogelijk terrein te winnen om nog meer kapot te maken. Zodat jij maar niet voldoet aan de bedoeling van jou en mijn leven. En dat is Jezus volgen. Niet jezelf profileren, maar de Heer Jezus Christus presenteren. En weet je, het is gewoon de leugen of de waarheid. Leugen of waarheid. Leugen of waarheid. De tegenstander van God, die wordt de aartsvader van de leugen genoemd. Hoe vaak probeert de duivel niet juist waarheid zo te verdraaien, waardoor het net lijkt alsof het waarheid is, maar uiteindelijk het niet is. Ik heb een Bijbeltje meegenomen, om dat gewoon even duidelijk te maken. Deze Bijbel heet de Westerse Bijbel. Geknipt voor de 21e-eeuwse consument. Nou, als je dan gaat bladeren in dit Bijbeltje, wat zie je dan? Dan zie je op tal van plekken, ik zal het even laten zien, op tal van plekken waar de Heere God vraagt om te zorgen voor je medemens.
Maar God iets zegt over je vertrouwen stellen op hem, op de Heer Jezus. Omdat hij elk haar op je hoofd kent. Maar het gaat over weduwen en wezen helpen. Niet langer jezelf op de voorgrond zetten. Heb je naast dan lief als jezelf, noem maar op, al die Bijbelteksten. Ja, die zijn allemaal uit deze Bijbel geknipt. Met andere woorden, deze westerse Bijbel, geknipt voor de 21e eeuwse consument. Ja, hier gaat het over jou en over mijn leven. Wij preken en wij lezen alleen die gedeelten met z'n allen die wij belangrijk vinden. Waarvan wij denken, nou, die doen het toe. En dat lukt nog wel. In eigen kracht, of in wie zijn kracht dan ook, maar dat lukt ons nog wel. Maar waar het gaat over het leven met de Heer Jezus, in alle eenvoud. Waar het gaat over, Heere God, hier heeft u mijn leven. Ik geef mijzelf volledig aan u over. Wilt u de regie in mijn leven? Wilt u het voor het zeggen hebben, de regie in mijn leven hebben? Heer Jezus, het is mijn verlangen dat u de allereerste in mijn leven bent. Ja, dat vinden we moeilijk. Dan wordt onze Bijbel opeens een soort van gatenkaas. En het lijkt net alsof het allemaal christelijk is, hè? Want we zijn bezig met onze dingetjes, we zijn bezig met onze religie. Maar ondertussen, ja, missen we de boot. Want moeten we ergens de gaten vullen die in die Bijbel geslagen zijn? Omdat we het te moeilijk vinden om radicaal voor Jezus te leven. Nou, die gebrokenheid van ons leven gebruikt de tegenstander, ik zei het al, om nog meer ruimte in ons leven in te nemen. Ik heb een kaartje meegenomen waarin onze gedachten tegenover die gedachten van God worden gezet. En daarmee wil ik als het ware bemoedigen op die momenten wanneer jij denkt van, hé, maar ik zie het niet langer, ik weet niet hoe het moet, ik leid aan deze zondige, gebroken wereld. Daar staat de waarheid van God tegenover. Dat wil ik je voorlezen. Onze gedachte staat daarboven tegenover Gods belofte. Als jij zegt of denkt, het is onmogelijk, dan zegt God, alles is mogelijk. Als jij zegt, jongens, ik ben zo moe, dan zegt Jezus, ik zal je kracht geven. Als jij denkt of zegt, niemand houdt echt van mij, dan zegt Jezus, ik hou van je. Als jij denkt, ik kan het niet, hoe moet het nu? Dan staat er in het woord van God, in Christus kun je alles. Als jij zegt, ik kan mijzelf niet vergeven, dan zegt God, ik heb jou al vergeven. Als jij denkt, ik maak mij te veel zorgen, dan zegt Jezus, geef al je lasten maar aan mij. En als jij denkt, ik kom veel te veel wijsheid tekort, dan zegt God, ik geef je wijsheid. Als jij denkt, of jij voelt, ik ben zo alleen, dan zegt God tegen je vanavond, mijn lieve kind, ik zal je nooit, nooit verlaten. Een verloren generatie? Nee dus, natuurlijk niet. Sterker nog, in Jeremia staat zo'n prachtig vers waar God zegt, via Jeremia, Gods plan met jou staat vast. Gods plan met jou is zo anders. Ik heb jouw geluk voor ogen en niet je ongeluk. En ik, de Heer zelf, ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Nou, hoe werkt dat dan? Wanneer jij je houdt aan die regels van de Heere God. Wanneer jij de Heere God serieus neemt in wie Hij is. En als jij bidt en aan Hem vraagt wat de weg is voor je leven. Dan zegt God daar in Jeremia 29, zoek het thuis maar eens op. Dan zal ik antwoorden. Dan gaat God dus reageren. Ik vind het zo bijzonder dat zoals jij en ik ons leven leven en ons christen noemen, wij zijn naam christen zijn, van Christus zijn mogen dragen. En dat lezen we ook in Efeze 1, hè, waar Paulus zegt dat voor de grondlegging van de wereld hij jou en mij heeft uitgekozen om voor hem te mogen leven. Heb je dat gedeelte wel eens gelezen, hoofdstuk 1? Moet je echt eens doen. Hij, God, de schepper van het leven, heeft jou en mij uitgekozen om heilig, dat is apart gezet, om heilig, zuiver en onberispelijk voor hem te zijn. Hoe gaat dat dan?
Hoe werkt dat dan? Nee, niet vanwege onszelf, want dat is een en al gebrokenheid. Dat weet je. Dat horen we zo vaak in onze kerken. Dat lezen we in de Bijbel. Maar op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus. Dus vanwege het feit dat Jezus gestorven is, de schuld betaald is, worden jij en ik geroepen om heilig, zuiver en onberispelijk te zijn. Dat is een roeping. Dat we christen zijn, de naam van Christus mogen dragen, ja, dat wordt toch zichtbaar aan alle kanten. Als we zingen Amazing Grace, en als we belijden dat we van onszelf een schurk zijn, maar het licht zien, tot geloof komen, dan gaat toch heel de wereld dat zien. Wat ben ik veranderd? Met dat Jezus in mijn leven gekomen is. Wat ben ik veranderd? Jullie een verloren generatie, ik geloof er helemaal niks van. Weet je waarom niet? Omdat God jullie, deze generatie, jullie jongeren, omdat jullie zo nodig zijn. Omdat er ook zo heel veel kansen in deze tijd liggen. Juist vanwege alle openheid die er is, om gewoon te delen. Dus daar wil ik je ook mee bemoedigen, tot slot. Jouw levensstijl als christen is zo bepalend. Is zo bepalend voor het leven met Jezus. Jouw christen zijn is zo bepalend voor de bouw en voor de groei van het koninkrijk van God. En misschien denk je wel als je dit hoort, ja, dat is toch helemaal niet zo. God heeft me toch helemaal niet nodig. Ja, ik denk dat dat geen waarheid is. Dat vind ik nou juist zo bijzonder aan God. Dat hij simpele mensen als wij zijn, jij en ik, dat hij ons inschakelt. Dat hij jou en mij dus inzet, dat vind ik zoveel liefde en zoveel genade, dat hij simpele mensen inzet om zijn koninkrijk te bouwen. Hij heeft je nodig. Hij heeft je nodig om Gods liefde zichtbaar te maken. Op school, in een gesprek, in je klas, tijdens je weekendbaan, als je het vakkenvullen bent of weet ik van wat je allemaal aan het doen bent. Hij heeft je nodig om te reageren wanneer een vriend of vriendin met een moeilijk of met een heftig verhaal komt. Luister dan en vraag tijdens het gesprek, Heere God, hoe kan ik hem of haar bemoedigen? Hoe kan ik vertellen over wie u bent, de bron van het leven? Hoe kan ik hem of haar bemoedigen, zodat wonden die er misschien geslagen zijn, gewoon in uw naam, Jezus, geheeld kunnen worden? Hij heeft je nodig. Zoals Jozua nodig was. Lijkt me zo lastig voor Jozua. Mozes is met het volk Israël door die woestijn. En Jozef heeft altijd aan de hand van Mozes meegelopen. En dan opeens komt daar het moment dat Mozes de hele bediening moet overdragen aan het hulpje. Aan Jozef. En dan moet Jozef dat opeens gaan doen. Ik kan me zo voorstellen dat hij als het ware op zijn benen heeft staan schudden van, ja, God, hoe moet het nou? Hoe moet ik dat nou gaan doen? En dan zegt God inderdaad, wees moedig, wees dapper, wees standvastig, wees sterk. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, ik, de Heere, zal met je zijn. Nou, dat mag een bemoediging zijn voor een verloren generatie. Een generatie die mag opstaan in Jezus' naam en die woorden van hoop mag doorgeven. En dat je mag weten, God is er altijd bij. Wat je ook ervaren hebt in je leven, hoe diep je misschien ook gegaan bent, hoe ellendig en hoe gebroken je je ook voelt, hij is daar. Want dat is God. Dat is zijn naam. Dat is wie hij is, dat is zijn wezen. Hij heeft het van zichzelf gezegd. Ik ben Yahweh. Als Mozes de opdracht krijgt, durft hij ook niet. Ja, Heere God, in wiens naam moet ik dan gaan? En wie heeft me dan gestuurd? Dan zegt God, ik Yahweh. Ik de Heere, ik die ben die ik zijn zal. Ik zal er altijd zijn, heeft je gestuurd. Nou, in zijn naam, lieve mensen, mag jij christen zijn. Mag jij van Christus zijn. En een heleboel mensen meenemen in dat koninkrijk van God. Dat is toch grandioos. Wat staat er in de weg? Wat staat er in de weg? Hoeveel preken moet je nog horen? Hoeveel jaaravonden wil je nog bezoeken voordat je dit gaat doen? Voordat je in Jezus' naam op weg gaat en mensen mag zien veranderen in discipelen, in volgelingen van Jezus? Wat staat er in de weg? Toen ik hierheen reed, toen dacht ik, wat heb ik nog te melden?
Als mensen al zoveel avonden en al zoveel zondagen naar de kerk gaan. Het wordt tijd dat we naar buiten gaan. Dat we de mensen in kampen op de een of andere manier weten te bereiken. Gewoon door in contact met ze te zijn. Dat we in onze straten de liefde van God uitdelen. En de keuzes die we maken. En dat wat we roepen, wat we zeggen. En dat vooral in dat wat we laten zien. Wat staat er nog in de weg? Om vanuit Gods genade dat leven te leven met hem. Een verloren generatie? Nee, dat zijn jullie niet. Jullie zijn de generatie die in Jezus' naam de kerk mag bouwen. En daar wil ik je mee zegenen. In zijn naam. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat het geen waarheid is. Dat de generatie tieners en jongeren die nu opgroeien, geen verloren generatie zijn. Maar dat het schepselen zijn, jongens en meiden, die door u gewild zijn. Die door u geliefd zijn. En Heere God, misschien ervaren we dat lang niet elke dag. Want deze wereld is zo gebroken. En die gebrokenheid, die zonde zit ook zo diep in onszelf. Maar toch, Jezus, staat u erboven. En wilt u, dat heeft u gedaan, afdalen, op het niveau van ons mensen komen en alles herstellen. En ik bid, Heer Jezus, dat dat mag gebeuren. Zodat we meer en meer het leven met u mogen leven. Dat we vanuit uw genade en vanuit uw rust en vanuit uw waarheid ons leven mogen leven. De juiste keuzes zullen maken die goed zijn voor onszelf. Die goed zijn voor de mensen om ons heen. Waarin we mogen helpen dat koninkrijk van u te bouwen. Wat een wonder dat u ons mensen daarvoor inzet. Heer Jezus, ik bid voor mensen die hier zitten. Die verwond zijn. Mensen die hier zitten die te veel hebben meegemaakt om dit te kunnen omarmen. Ik bid of dan het kwaad, Jezus, in uw naam gebroken mag worden. En dat er herstel mag komen. Ik bid, Heer, voor jongeren, voor tieners en jongeren die hier zitten, die aan het worstelen zijn. Die vragen en die niet weten of u waarheid bent. Geest van God, wilt u dan deze jongeren bemoedigen met uw eigen woorden? Niet omdat ik het zeg, niet omdat de dominee het zegt of omdat hij of zij het zegt. Maar wilt u zelf dan uw woorden laten landen in hun hart? En dat er een moment mag komen, heel spoedig, dat uw waarheid hen vrijmaakt. Heer Jezus, ik bid voor gasten die zoeken om rein voor u te leven. Help ons, Jezus. U, de man die geen zonde gedaan heeft, geen zonde gekend heeft. Jezus, help ons. Laat ons zien in uw eigen woorden. Door het lezen van de Bijbel, door in gesprek te zijn met mensen om ons heen. Hoe we heilig, zuiver en onberispelijk mogen leven. Op grond van het volbrachte werk van uzelf. Help ons om daarop te staan. Want dat alleen is onze basis. Heer, ik bid voor mensen die willen groeien. Meer van u willen leren. Die willen groeien in het zijn en in het volgen van u, in het zijn van een discipel. Ik bid dat er momenten mogen zijn in de week dat ze die groei ook zullen ervaren. In het luisteren van een toespraak, van een preek op zondag. In het stil zijn en luisteren naar uw stem in het lezen van de Bijbel. Heer, ik weet, in deze tijd is het aan de kerk om u zichtbaar te maken. Help ons daaraan bij, Heer. Om te laten zien wie u werkelijk bent. En mag deze avond en ook straks als we met elkaar in gesprek gaan en als we nog liederen zullen zingen, mag dat allemaal bijdragen om ons te bouwen. Niet zozeer in ons ego, maar in het zijn van een mens die is van Christus Jezus. Amen. Ik zou het heel mooi vinden om dat lied wat we net zongen nog een keer te zingen. Is dat oké, Renier? Mag dat? Wees stil. Zullen we dat doen?
Ja, dankjewel Jorien voor je prachtige woorden. Voor de woorden die God door middel van Jorien tot ons verteld heeft. We gaan zo meteen een pauze houden. Maar misschien heb je wel heel veel vragen en heel veel dingen waar je over na aan het denken bent. Naar aanleiding van deze lezing van Jorien of appelwoord of hoe je het ook wil noemen. Dan kun je die vragen ook gerust stellen aan het luisterend oor. Want na de pauze gaan we natuurlijk niet verder met het vragengedeelte, maar gaan we natuurlijk met z'n allen twee aan twee heel kampen door om het evangelie te verkondigen. Dus ik stel voor dat die helft van de zaal die flat uit doet en die helft aan de andere kant. Nee, we gaan zo meteen toch maar wel de vragen doen, hè? Want anders dan het is beter. Ja. Je hebt de kachel aangezet. Oh, dus het wordt weer warmer. Heb je het koud dan? Je hebt het koud? Ik kreeg het helemaal warm van de woorden van Jorien. Dus ik heb het niet koud. Nee, mooi. Wat wou ik zeggen? Oh ja. Wie heeft er wel eens meegedaan met de Kinderbijbelclub in Almere? Kijk. Andrea en de rest van de rij hier vooraan. Heel fijn. Nou, en als je de laatste keer hebt meegedaan, het laatste jaar, dan herken je dit armbandje waarschijnlijk wel. Ja, zo ongeveer. Daar staat een groen hartje op en een zwart kruisje. En bij rood staat er zo'n kruis van Jezus kruis, zeg maar. En een wit vraagteken en bij geel staat er een kroontje. En dat zijn armbandjes, dit is eigenlijk het evangelie in een notendop, zeg maar. Dan kun je, met dit armbandje kun je het uitleggen. Dan begin je geloof ik bij groen, van God heeft mij gemaakt en dan... Dan begin je vervolgens te vertellen over de zondeval met het zwart. En dan ga je zo door naar het rood met het kruis van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Dat het tijd wordt voor jou om een keuze te maken. En dat je zo meteen voor altijd bij hem mag zijn. Het evangelie in een notendop aan de hand van een armbandje. Heel leuk. Dat hadden wij afgelopen jaar hadden we dat uitgedeeld aan al die kinderen. En die kregen er dan één mee. Laatst liep ik bij mij door de wijk en toen was er zo'n vrouw. En die had dit armbandje om. Dus ik vond het wel grappig, weet je. Ik had haar nog nooit gezien. Dus ik wilde al aan haar vragen van weet u ook wat het betekent en zo. Maar ja, voordat ik dat gedaan had, zeg maar, toen liep zij alweer weg. Zeg maar, moest ze weer verder. Dus ik denk, nou ja, jammer. Ik hoop dat ik haar nog een keer zie. Maar dat is echt grappig. En, nou ja, vond ik. In ieder geval... Deze armbandjes die hebben dus Maaike en Saskia hebben er nog veel, veel meer van laten maken, omdat het zo goed aansloeg, zeg maar. En die willen ze nu ook gaan aanbieden aan jullie, zeg maar. Verkopen voor €2 heb je al zo'n bandje. En voor elke 2 bandjes, zeg maar, die daar verkocht worden, wordt er in Almere weer eentje weggegeven. Dus ja, gewoon om het evangelisatiewerk, zeg maar, te sponsoren. Of dat een letterlijk bandje is, of dat het geld helpt om Kinderbijbelclub te doen of wat dan ook. Hè? Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, prachtige actie. Ze liggen daar aan die tafels. En die dames die kunnen jullie daar nog veel meer over vertellen. En Maaike vindt ze hartstikke leuk, toch? Kijk, ik ook. Ik heb hem speciaal omgedaan vanavond. Ja, en ik heb het trouwens bijna altijd om, hoor. Dat ook. Natuurlijk. Hey, we gaan voordat we pauze gaan houden en met elkaar lekker gaan ontmoeten en daarna zo meteen met elkaar de vragen door gaan spreken, gaan we een schitterend lied zingen, wat ook helemaal aansluit bij het einde eigenlijk van Jorien's verhaal. Dus ik vond eigenlijk een beetje, hij verplaatste dat lied weer, dus verplaatsen we dat lied gewoon weer door en doen we gewoon een ander lied niet. Maar deze die gaan we wel doen, denk ik, hè? Ik zal er zijn. Dat is een schitterend lied wat daar precies ook mooi bij aansloot. En ik zou met jullie nog tot slot, zeg maar, hè, dat doen we altijd, aan het einde van een gedeelte nog een tekst lezen. En dan zou ik graag nog één bemoediging vanuit het woord van God willen meegeven uit Johannes 16, vers 13, daar staat. Want net juist dat gaan en zo, dat hoeven wij gelukkig helemaal niet alleen te doen. We hebben nog heel veel te leren uit het woord van God. En het kan heel moeilijk zijn om dat te vertellen of juist niet. Maar in ieder geval, Jezus heeft ons beloofd. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken,
Maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen, die zal hij verkondigen. En alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Zometeen dan komt de Heilige Geest, de trooster van de Vader. Die zegt Jezus, staat tegen zijn discipelen. Jullie hoeven het niet alleen te doen, jullie hoeven niet alleen te gaan. Maar mijn Heilige Geest zal met jullie meegaan en hij zal jullie in alle waarheid leiden. We gaan met elkaar zingen en als je wilt mag je daarbij gaan staan. Als je wilt zitten dan mag dat ook. Helemaal geheel. En dan gaan we, ja, voor mij moet je staan, maar voor mij mag je staan. We gaan zingen, Ik zal er zijn.